Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Goed speurwerk gelukt om de meest besproken districtscommissaris van Suriname aan de lijn te krijgen, de heer Mike Nerkus. Welkom burgemeester DC heet het bij in Suriname, districtscommissaris. Welkom, hoe gaat het met u? Aiko, je zegt meest besproken, ik hoop niet negatief, want in deze tijd op de wereld is iedereen negatief besproken, dus ik hoop dat het meest besproken is aan de positieve kant. Ja, maar u bent ook een burgerman aan DC die zijn woordje klaar heeft, dus u maakt er niet zoveel uit, toch? Wat zei u? Ik zeg, u bent ook aan DC die ook af en toe uitdeelt, dus het maakt niet zoveel uit als... ja. Misabi. Hi, Jim Tori. Hi, Jim Tori. Hoe gaat het met u? Ik hoorde iets van u met... u was in quarantaine. U was niet bij de laatste zittingen. Nee. Wat is er gebeurd? Het was voor controle om te kijken. Als ik werkelijk het virus had en het bleek dat ik het niet had. Dus dan, zolang het resultaat er is, dan zorg ik voor dat je zelf eigenlijk terugtrekt. Ja, alleen allemaal voor te zorgen dat je, als je het zou hebben, dat je anderen niet, laten we zeggen, onnodig in gevaar brengt. Oké. Nee, ik ben ontzettend blij hoor dat u kerngezond bent en dat u niks hebt. Dat wil van de almachtige. Nee, ik bedoel, anomie naar almachtige. Ik ga alweer toch? Gado naar de bijjuwang. Hoe kijk je zelf naar de verkiezingen? Kunnen we daarover praten? Niet te veel, want ik heb dat hoofdstuk al afgesloten. Ja. Toch? Daarom ga ik niet te veel over praten, toch? Maar hoe ging het? Kijk, alles wat ik zeg is op zich goed verlopen. Kijk, wanneer je werkt, heb je altijd mensen die... Dan zijn je altijd momenten waarbij niet iedereen het eens is over alles. En het zijn verschillende organisaties die belasting met organiseren om te kiezen. En dit altijd over mensen eens te zijn met elkaar. Dat kan, toch? We zijn namelijk... Zeker. Maar uiteindelijk is het toch gelukt toch om samen die organisatie richting het einde te gaan. En het te kunnen afronden. Laat voor alle dingen die gezegd zijn in de media of gezegd zijn links-rechts naar elkaar zo geslingerd, beschuldigingen enzovoort. Toch, maar al met al hebben we het toch samen kunnen doen. En dat is voor mij het belangrijkste. Toch, ik deel niet zwaar aan dingen die mensen zeggen in de civiele staat zijn. Dus voor de rest, niet bang op die dat ik heb wel gedaan. Maar ik heb geweten, ik heb niet gedaan dat ik niet mocht doen. Toch, men is het misschien... aan bepaalde handelingen anders geïnterpreteerd dan ze zijn, of misschien om een bepaald gewin, maar dat laat ik voor hun. Toch? Ik heb correct gehandeld, samen met mijn team hebben we correct gehandeld en alles zo correct mogelijk proberen af te handelen. Toch? Alleen dat wij niet in een slecht daglicht geplaatst kunnen worden. Toch? Het was wel jammer dat eigenlijk zou je zeggen, ja, hoofdstelling, je hebt de fout gemaakt, want je hebt te veel mensen toegelaten om alles schade te slaan. Wat gewoonlijk zou je zeggen, 2 tot 3 vertegenwoordigers bij een politieke partij. Maar je dacht bij jezelf, we dachten bij ons dan, luisteren. Ik ben niet erin nooit schade geslagen, altijd komen de verhalen. Dus laten we de mensen de gelegenheid geven om het proces te mee te maken hoe de processen van bal worden gecontroleerd en dan kunnen we dat direct invoeren. En dat is eigenlijk onze grootste nekslag geweest. Want we zijn naar zo'n stadion, kastrikken zo dadelijk door het sleetzaal, toch dat het niet te verdunnen is. Toch is wat boe at die, toch door die strafo. Maar it's all in the game, het zijn mensen. Uiteindelijk is een van die mensen zelf kan niet geloven dat hij wel 121 stemmen heeft gehad. Hij dacht dat hij 1000 zou hebben gehad. Dus op hij dan 121 heeft gehad, echt niet 1000, dat is een vervolging. Maar dat is het resultaat. Dus dat zo alle andere partijen aan over stemmen hebben gehad, andere hebben precies dat gehad. Dat is het. Dus we hebben aangegeven wat van de stembureaus zijn gekomen. Wat is dat van de stembureaus? Eigenlijk
alles verzamelen van de stemmingroes en het zet op iPhone als verbalen en toesturen. Wij veranderen niet. Als er wat veranderd moet worden, moet je dan natuurlijk aan het stemmingroom dat doen. Als zo'n stemmingroom veranderen wij niet. Wij nemen voor in en sturen door. Maar weet je, het ging heel moeilijk in de Antoninesti Sporthal, hè? Dagen veel langer dan normaal. Even, het ging niet moeilijk. De situatie was dat zodra je hoe je werk wilde doen of een doos begon aan, een doos aanraakte en dat soort dingen, werd een heleboel dingen gesloten. Mensen kwamen op stap van fraude en dit en dat enzovoort, waardoor je niet kon werken. Omdat de mensen werden beschuldigd, werden bedreigd enzovoort. Dus dat heeft gemaakt dat het een beetje langer is gaan duren. Iedereen zegt nee, maar dat is het. Toch? En als men niet wil geloven wat ik zeg, dan bekijkt men het. Maar dat is het antwoord. En er is niets anders dan dat de mensen die daar zo waren, toch, de dingen zodanig hebben opgepast en zichzelf zodanig hebben gedragen, toch, dat het werk onmoeilijk werd. Dat het werk moeilijk werd. En als je ze eruit zou zetten, dan zou men weer zeggen, je wil ze eruit zetten omdat je wil frauderen. Ga werken, je wil frauderen. Maar men vergeet dat men een unieke kans heeft gehad, dat niemand ooit, en geen enkel stembureau ooit gegeven heeft aan de samenleving, om het werk te kunnen aanschouwen. Dacht je dat je, als je dat gaat doen, dat je die mensen gaat uitnodigen om het werk te kunnen aanschouwen? Je gaat het toch niet doen? Toch, het is een stukje transparantie dat wij hebben getracht om te doen. Maar men heeft het anders vertaald. En genomen alsof het hun recht was, want dat is niet zo recht. Toch? Wij hebben ze de gelegenheid gegeven. Maar ja, het is wel voorbij. Toch? Ik hoop dat volgende stembureaus in de komende periode, ze gewoon niet de gelegenheid geven en gewoon een afhandeling volgen met afvragen. 1 of 2 mensen per politieke partij op het podium en dat doe je werk en ze bekijken het verder. Duidelijk. Maar dat is toch altijd zo, hoor, dat mensen live zijn bij telling in hoofdstembureau Paramaribo, alle verkiezingen van Suriname? Nee. Toch, we moeten nu niet gek doen. Nee, het is nooit zo geweest. Toch, we moeten nu niet doen alsof het iets van alledaagse is. Nee, en dat moet je ook niet doen, want u weet ook, ik was erbij bij de vorige verkiezing. Ik heb gewerkt op een stembureau bij de verkiezing daarvoor. Ik weet het. Ik was hier. Het is niet waar. Toch? Meneer, vorig jaar waren we toch ook in Nis? Vorig jaar waren we toch ook in Nis? Ja, ik was ook in Nis. Toch? Ik was er ook bij. Later bij de hertellingen, toen we de mensen hebben toegelaten, toch? Dan was het wat anders. Toch? Maar hier hebben we vanaf het begin gezegd, oké, okay, is er de gelegenheid. En dat is misschien de fout geweest die we hebben gemaakt. Maar dat is dus ook een leermoment voor ons geweest, toch? Was het daardoor ontzettend moeilijker? Ja, omdat zo dat je iets wil aanraken om te werken, vind ik dat je fout is. Zoals je denkt, maar loopt naar een doos om een PC uit te halen, om te gaan invoeren, gaat er gefraudeerd worden. Je gaat iets aanraken, want dan vind je gaat frauderen. Hoe ga je werken? Uiteindelijk hebben we moeten klaren, de voorzitter van OKB's ook gekozen, de mensen gesproken, hebben ook met de mensen gesproken. Maar dat het een beetje rustig in de school, want anders zou het werken. Je kan het werk niet afmaken. Want zo men begint te regeren, begint net te schreeuwen dan. En dan kunnen mensen naar beneden komen en een heleboel doegedoegen veroorzaken. En dat moet je voorkomen, toch? Ja, sowieso. Dan was het ontzettend moeilijk voor je om te frauderen dan als zoveel ogen op je gericht waren. Dat bedoel ik. Toch? En dan heb ik de mensen ook gevraagd, alle media die mee zijn gegaan. Misschien, ik hoop niet dat u mee bent gegaan, want anders ga ik jullie vraag ook stellen. Toch? Ja. Weet je, heb je fraude gezien? Nee. Ja, ik heb ze gevraagd, even als ze konden me antwoord geven. Toch? Nee, ze konden me geen antwoord geven. Nee, maar misschien omdat ze bovenop zaten, was het voor u ook moeilijker om te kunnen frauderen, denk ik dan. Nee. En al die andere jaren, toen alle andere politieke partijen, toen men niemand daar heeft gezet. Maar toen heeft toch niemand daar gezet. Ja. Dat niemand mocht toch, dat 2 mensen van de politieke partij. Jullie moeten ook een beetje eerlijk zijn. Wij hebben er besloten om de mensen de gelegenheid te geven. Om iedereen de gelegenheid te geven. Toch? Dus dan moet men, jullie moeten dingen niet door elkaar komen draaien. Toch? Wij hebben de mensen de gelegenheid gegeven. Toch? Om te komen. En dat is ons probleem geweest. Omdat de mensen die we hadden laten komen om te komen kijken. Dat dingen in een heel andere,
opnames, een heleboel gekke dingen begonnen te zeggen. Wat is de hele samenleving is opgejut tegen ons. Ja, dat is gebeurd. Ja. Maar het is ook een leuk moment. Aan de kerk, als het ooit niet zo ver komt. Dan zal ik ervoor zorgen dat Kiva aan ze komen. Nee, ik heb u nog nooit ontmoet, hè, maar ik vind u wel een sympathieke burgemeester die altijd pers te woord staat. Dus ik hoop dat u die transparantie vasthoudt. Ja, het is eigenlijk had ik het verlaten. Hè. Ik dacht bij mezelf, deze grappen maken is, ik moet nog van de verkeerlaat mensen te bestellen. Mensen moeten altijd iets negatiefs doen, om wanneer je wat gezegd hebt, om de negatief te draaien, om je een dollarstiek te doen. Maar later dacht ik bij mezelf, mooi, je moet kijken naar ik doe wat je doet, ook wat je doet, zeg je toch. De taartijd voor is al een paar dagen als dat zij doet. Dus wanneer je iets negatiefs hebt gestuurd, dan moet je morgen niet schreeuwen als het karma je bakst. Maar had u ook niet aan gedacht om de mensen die voor u werken bij het hoofdstembureau, om een soort ploegendienst van te maken, waardoor het vlotter kon? Nee, het gaat niet om een ploegendienst. Het gaat om dat geklets van die mensen die op het podium zaten. En die verwijzingen, die verwensingen en die beledigingen en de bedreigingen. Waardoor de mensen die beneden waren die konden werken. Dat moeten jullie gaan zien. En als je me nog een keer zo'n gekke vraag stelt, dan ga ik stoppen. Want ik heb je uitgelegd wat het is, dan moet je niet verdraaien. Nee, ik verdraai niks en ik hoop niet dat hij stopt. Ik probeer een normaal gesprek met hem. Maar kunt u ook begrijpen dat mensen een beetje argwaan waren, gezien de reputatie van u en de partij? Er was niet zo'n argwaan, er was niet zo'n argwaanig te zijn. Toch? Mensen hebben de samenleving gedurende anderhalf jaar gehyped op het katvoeren en dit en dat. En mensen in het hoofdstembureau. Mensen van de verschillende hoofdstembureaus gedegradeerd, of vernederd. Ik heb even in mei in het hoofdstembureau van Paramaribo, waar ik 8 of 9 juristen, inclusief ondergetekende. En we hebben allemaal de universitaire opleiding afgerond rechten. Dus ik bedoel van, hou op, get the life. Iedereen heeft zijn professie, toch? Heeft zijn kennis. Bagatelliseren dit wat wij bagatelliseren de jongeren, toch? Dus ik bedoel van, we moeten daarover niet denken. Dus door die druk vanuit het publiek, van de wij niet werken, waren de studenten om in te voeren voor. Die studenten waren bang. Ze kwamen zijn, ze moesten de moesten. We vragen om ze de gelegenheid, of dat kunnen jullie weer komen als sterk. Want als je andere studenten zou nemen, zou je weer horen. Je hebt andere mensen gebracht om het anders te doen. Dus dat zijn die verhalen waarom die het werk hebben bemoeilijk. Het werk zelf was niet moeilijk. Het werk zelf kon sneller af. Dagen eerder zouden we afsteken. Als we die jubu van de mensen in de stad hadden. Want we hebben zelf ervoor gekozen om uitleg te geven van wat we gaan doen. Is nog nooit in de geschiedenis gebeurd. Men moest het appreciëren. Maar daarom loop je toch, want je kon aan dat die transparantie, dat die met microfoon alle handelingen vertelt. Even, maar mij is tegen de man, bakami, no doe moro. Oh. Wat het brengt jou onnodig in discrediet. No doe moro. En ik adviseer niemand meer om het te doen. Waarom? Als de bevolking die weet, dan weten ze het niet. Dan laten ze gaan studeren, dan zullen ze het ooit eens weten. Maar u kunt wel begrijpen dat mensen een beetje bang zijn. Nog een keer zeggen die vraag. Als je deze vraag, als je doorgaat met dezezelfde, dan ga ik stoppen. Want ik heb u uitgelegd wat er is gebeurd. Uh-huh. En dan kan je nu weer komen met ze zijn bang. Waarvoor? Nee, omdat... Waarvoor ze bang zijn, zijn voor fraude. Even. Waarvoor ze bang moeten zijn, zijn ze die bang. Daar gaan ze met 2 benen erin springen. Waarvoor moesten ze... In Suriname kan hij niet gefraudeerd worden, meneer. Op de verkiezing, zijn anomaal. Er zijn te veel ogen. Er is te veel transparantie. Ja? Dus we moeten niet met gekke dingen komen. We moeten niet met utopische verhalen komen. Nee, ik kom niet met het verhaal. Ik leef in de samenleving en ik hoor van ja, als er geen activisten daar zou zijn, zouden ze misschien dozen kunnen verwisselen en meenemen, toch? Is de eerste keer is in een leven dat activisten daar zijn, sorry. En niemand moet ze ooit meer toelaten.
Want de man spoil aan je plan. Die man heeft dus even, luister. Iemand gaat naar het toilet met een papiertje in hand. Die gaat frauderen. Die pakt toiletpapier en gaat frauderen. Een beetje jeremy, man. Ja, nee, het was een beetje... Dus laten we even eerlijk zijn, hè. Laten we even eerlijk zijn. Kom met comedian, hoor. Ik hoop dat u rustig blijft. U hebt ook geadviseerd... Ik ga niet lekker als je doorgaat. No, wie sportief toch burgemeester DC Nerkus? Ik hoor je vaak op bakken naartoe en drap je tak vrij. Soms ze? Ja, dat heb je de man spameerder en lololol. Oh, dan wanneer je actie kritische vragen drap je? Het gaat niet om kritische vragen, het gaat niet om nonsens vragen. Oh, oké, okay. Nonsens vragen. Sorry dat ik zo praat, hoor. Nee. Ik zo praat, meneer, u maakt tak vrij, ja, hè. Alle woorden mag u gebruiken. Hé, maar u hebt ook geadviseerd om voor herstemmen, dat een paar, drie bureaus, ja, drie resorten. Dat laat ik voor de instanties. Anderen zeggen, ik moest het niet doen. Anderen zeggen, ik kan het wel doen. Toch, ik laat die discussie voor de mensen die de discussie willen voeren. Voor mij is dat afgesloten. Hoeveel kans van slagen heeft die actie van u, die laatste actie, wat u nu afsluit? Welke actie? Ik ben er klaar, toch? Oké, maar hoeveel kans van slagen heeft het, bedoel ik dan? Wat? Ik bedoel, u adviseer, hè? Ook centraal of stembureau. Je hebt niet geluisterd. Je hebt gezegd, een advies kan je niet doen, of je kan een advies naast je neerleggen. Dus ik ben klaar. Wat wil je nog weer hebben gezegd? Nou, ik heb wat ze er niet doen. Okay. Ik heb wat gezegd. Oké, wat ze er niet doen. Ja, oké. Okay. Nee, ik zie het. En ik ben niet blij, hè, met die uitslag zoals die klinkt. Of wat doe je? Ik denk misschien was u geleerd of u bent geleerd aan NDP. Ik weet het niet. Ik roep zomaar dingen en misschien je lafo. Aha. Nee, zoals u met mij praat, dan denk je, een burgemeester is niet blij. Nee, het valk heeft gesproken, want het valk wil toch? Ja, oké. Okay. Ik bedoel van, elk mens die zelf zijn geluk of ongeluk niet, maar kan het voor hem smeden toch? Dus de bevolking heeft hiervoor gevraagd, ja, is dat het toch? Zo simpel is het. Ja. Maar als ik nou blij ben, of als ik niet blij ben, dat telt niet. Dat is wat de bevolking wil hebben, toch? En ze hebben gezegd wat ze willen hebben, toch? Dus dat is dat, toch? Zo simpel is het. Als ik nou blij ben of niet, dat is niet de vraag. De vraag is, elk mens moet zelf zijn geluk of ongeluk. Niemand kan het voor hem leiden. Wel, de bevolking heeft zijn geluk of ongeluk gesmeed. En dan kijken we wat het is. Hoe lang blijf je nog DC, districtscommissaris van Paramaribo? Nou, ik weet het niet. ik weet het niet. De president heeft mij toen benoemd. Ja, dus ik weet het niet. Ik weet het misschien. Zeggen de andere mensen van die maar zeggen, kom wat DC moet opschrijven. Ja, schrijf voor netjes op, maar dan zeg ik hier is de plek. Nou, het is niet van mij. Het is van de overheid. Ik had de gelegenheid en de eer gehad van mijn bondige om mijn werk te mogen doen op die stoel. En dat heb ik naar eer en geweten gedaan. Ja? En precies als ik mijn werk heb gedaan, als ook een heleboel mensen zo over me spraken, dat niet deze kan je altijd bij hem gaan, deze. Precies zo heb ik het werk van het stembureau gedaan. Ja? En maar mensen hebben dat in een andere, in het kwaad daglicht gezegd. En dat is niet leuk. Maar ik zeg, wadif sabako wadif tjontje. Als je tegen wij wadif links en tradie rechts, zo zal ik bevaar wij moe. En er is nog een laatste, dat moet je meteen onthouden. Toch? Dat nou wat klaar, wat er in Alkassam woont. Te aloot, daar buurman ede. Daar wa loof takie. Daar kaad is nu. Nou, de Kodja, vertaal het gewoon in normaal Surinaams of normaal Nederlands als u wil. Wel, luister, de Surinamers onder jullie zullen het begrijpen. De Nederlanders hebben pech. Nee, ik heb heel veel diaspora. Dat zijn Surinamers die hier geboren en getogen zijn. Oké,
Ja, papa, maar ik moet het uitleggen, hè? Ja, dan, ik begrijp het zelf niet eens. Terwijl mijn Asana boy 100%. Ja, Jana Sana, maar ik vind het begrepen. Jana Sana, maar... Adipi toch, maar... Je plees Sana, maar ik vind het maar begrepen, ja, hè? Adipi, is ook... Wil je hem uitleggen? Dan kan er geen misverstand over staan, ontstaan, toch? Wanneer de buurman bezig is met het werk, heb je een heleboel te klagen en te janken over hem. Maar wanneer jij het gaat doen, dan zal je zien waarmee de buurman altijd geconfronteerd was. Dan ga je anders piepen. Oké. Nee. Zie je nou, dan je tak moet makkelijk toch? Maar hoe zei je het in weer nog een keer? Milo, ben je maar minder verstaan. Maar hoe heb je net gezegd in Sinaas? Hoe moet je lafoe toch? Je moet het nog een keer zeggen. Ja, toch, Milo, ben maar. Ik verstand er geen snaas van, maar het klonk mooi. De aloot. Daar buurman is er. Die kan takwa los aan je. Daar kan niet jou. Daar is als je sana was aan je. Oké. Ja. Maar hoe vindt u jezelf als DC van Paramaribo? Hoe heb u de afgelopen jaren gefunctioneerd? Vibodje is er even een rapportcijfer. Hoe vindt u zelf dat u werk gedaan hebt? Ik ga mezelf niet beoordelen. Laten mensen die mij kennen, mij beoordelen. En laten mensen die mijn werk hebben ervaren, mij beoordelen. Ja? Want niemand gaat zichzelf een nummer zetten van alles. Iedereen gaat zichzelf proberen op te hemelen. Maar ik zeg, ik doe dat niet. Laat de samenleving het doen. Ja, had u ook laat, voor... de samen... had u... laat de samenleving. Laat de samenleving bepalen. Nou, oké. Okay. Ik kende u niet zo. Ik ken u niet, maar de laatste weken in verband met de verkiezingen. Ik vind niet dat je een, wat ik hoor hè, van de samenleving, dan lijkt het alsof je geen goede beurt gemaakt hebt. Ja, kijk zo, jongen, het was laatst een makkelijke stok, toch? Daarom bel ik u, hè, omdat ik denk, nee, ik moet die man spreken. Ik moet hem persoonlijk spreken. Toen mensen kwamen op zat dat ik een probleem voor ze moest oplossen, toen maakte ik geen goede beurt. Ja? Of toen men een pakket moest hebben omdat ze geen eten hadden. Of toen ik het dak van het huis moest repareren omdat men omdat het dak was weggegooid of omdat het dak lekte. Ja? Of omdat ik, want toen ik een rolstoel moest kopen of toen ik een bril moest kopen voor iemand die het nodig had. Ja? Of een ziekenhuisbed moest laten halen. Ja? Of een gedeelte van de loods afmaken. Of voor zorgen dat ik de huizen eten kregen. Toen was ik niet goed. Ja? Toen ik moest, toen ik moest zorgen dat je dochter of je zoon een werk kreeg, was het niet goed. Ja? Toen we de markt bezig waren op te vissen, omdat iedereen in ratten, iedereen was in de grond bezig was te verkopen, dat iedereen was donker, dat iedereen stonk. Toen we bezig waren met de elektronen op te ruimen, waren we niet goed. Ja? Toen we door de jaren heen, ja? Heeft men voor het eerst kunnen zien hoeveel inkomsten je van de centrale markt kan krijgen, dat men nooit in de wereldse dromen kon krijgen. Toen waren we niet goed. Toen we zijn begonnen om de lozingen enzovoorts op te halen en de terreinen schoon te maken en de lozingen schoon te maken, de kolken schoon te maken, waren we niet goed. Ja? Toen hebben we ervoor gezorgd dat de wegen werden geasfalteerd en de bermen werden gemaakt, de lozingen werden gemaakt, waren we niet goed. Ja? De heleboel dingen waren we niet goed. Ja, daar ben ik niet goed geweest. Ja? Nee, ik noem vooral van een die ik sta stil van. Ik ken u alleen maar burgemeester. Soms hoor ik u op de radio en soms niet. En de laatste weken kwam heel negatief in het nieuws. Dat weet u zelf ook. Maar ik wist niet dat u zoveel goede dingen gedaan hebt voor land en volk. Oké. Laten de mensen die het ervaren hebben. Laten ze spreken. Ja. Ik heb nooit één persoon onnodig slecht behandeld. Iedereen kan bij alles bij me komen. Dat weet je. Dat weten de mensen die me kennen. Ja? Weet je veel mensen dagelijks kwamen die zien, ik heb gegeten, die zien, ik heb dit, die ik heb dat, die. Mijn kinderen, ik heb geen pamper, ik heb alsof het mijn kind is. Ik heb geen pamper, ik heb geen pap, ik heb geen dit. Maar was het niet goed?
Ja, nee, ja, mensen vergeten sneller. Ik ken u ook bijvoorbeeld, ik ken u ook van een geval dat u zelf verwant had met een eigen vuurwapen. Kijk, je gaat weer negatief. Nee, is het niet negatief? Ik heb het gelezen in de media, dus ik denk, zo komt zo. Iedereen die een vuurwapen heeft, kan zichzelf een keer verwonden met een vuurwapen. Als je schoonmaakt, als je het ontlaat, als je kan gebeuren. Ja? Dus we moeten niet denken dat het utopisch is. Nee, het kan gebeuren met een ieder. Ja? En niemand moet komen zeggen dat het niet kan. Ja? Het kan. Alles schuilt in een klein hoekje. Je weet maar nooit. Wat was je aan het doen dan toen het gebeurde? Even. Dat is al 3,5 jaar gepasseerd. Toch? Ik heb je gezegd, de laatste vierde keer ga ik je wassen, de laatste keer. Als ik je zeg, het is gepasseerd en je komt er weer op, ga ik het gesprek afbreken. Ik had je nooit eerder gesproken. Is de tweede keer dat ik je over een onderwerp zeg. Laat me je geen derde keer zeggen, want dan ga ik niet door met je praten. Oké. Dan mag je ook in het rijtje aansluiten van mensen die me uitschelden. Ik ga je nooit uitschelden, ik heb geen ervaring met u. Ik ben journalist en ik praat over wat ik zie en wat ik hoor. Dus ik kan u nooit uitschelden, waarom? Ik luister, ga verder. Oké. Paramaribo, wat waren de grootste uitdagingen voor een grote stad als Paramaribo, los van de verkiezingen die afgelopen jaren? Waarmee liep die dan, die grote uitdagingen? Paramaribo is geen grote stad. Voor Surinamse badstaven zou je kunnen zeggen, ja, die stad heeft een bepaalde grootte. Is de grootste? Is de grootste toch? Als je praat voor grote steden, dan praat je over een andere orde. Ja? Als je praat voor Suriname, kan je zeggen, ja, het is een omgeving, een leefomgeving van een bepaalde orde, waarbij je een aantal mensen hebt. Toch waarbij mensen zich op een bepaalde manier gedragen, waarbij je soms corrigeren of soms het niet je banen moet leiden. Ja? Al met al heb ik het werk met heel veel plezier gedaan. Ik heb gewerkt wel bij Paramaribo, Zuidwest, Noord-Oost. Ik heb gewerkt in Comorin, ik heb gewerkt in Likir, ik heb gewerkt in Koron, ik heb in Apura, in Saramaka, in Wanika, Rokopondo. Dus eigenlijk ben je dat nog heel Suriname. Dus ik heb het elke dag met evenveel plezier gedaan. Wat was jouw grootste verdienste voor de stad Paramaribo als DC? Wel, we hebben geprobeerd de stad schoon te maken. We hebben geprobeerd de markt een ander gezicht te geven. We hebben geprobeerd bepaalde dingen te ordenen, schoon te maken, bepaalde lozingen te doen. Dan wil ik zeggen, ook met een aantal ideeën die we niet allemaal hebben kunnen uitwerken, vanwege stagnatie of mensen die anders dachten en de dingen hebben geprobeerd, hebben we ook gelaten. Dan, maar er is heel veel dat gedaan is. Dan, en ik laat het aan de oordeel van de mensen. Dan, we hebben een markt gecreëerd, we hebben alleen maar een aantal dingen hebben gedaan. Dus, it's up to the people to know what the people had, what they got and what they didn't get. Wat ik met eigen ogen gezien heb, is de transformatie van de markt. Positief. Onder andere is één van de dingen. Ik praat als uit het oogpunt van een toerist, hè? Ja, ja. Dat vond ik mooi. Het is één van de dingen. Oké. Je hebt dus hoogtepunten, maar er zullen ook dieptepunten zijn, toch? Dieptepunten, ja. Over dieptepunten moet je leren en dan ga je daar verder, maak je die fouten niet meer. Zo simpel is dat. Soms, ik hoop niet dat u mij gaat blacklist hoor, maar ik denk, wat doet dan DC met een vuurwapen? Je blacklist me nog, wacht, dan kan je morgen dadelijk. Nee, borrelen mij die vraag. Ik denk, wat doet dan DC met de burgemeester? Nou, heb je toch hier je politie voor. Je hebt het niet nodig, toch? Bepaal jij dat? Nee, ik vraag. Ik bepaal niks. En wat doet de burgemeester Amsterdam met de vuurwapen? Heeft hij het nodig of heeft hij het niet nodig? Dat jij om te bepalen dat hij nodig is of niet. Wat doet hij daarmee dan? Nou, die vraag. Zou je maar het antwoord geven? Mm-hmm. Dan kan ik je het antwoord niet ook geven. Nou, die burgemeester van Amsterdam was... Het was niet de burgemeester van Amsterdam, hoor. Ik kom maar dat leg je uit, toch? Je vraagt me wat de burgemeester van Paramaribo doet met de vuurwapen. Dan vraag ik je wat doet de burgemeester van Amsterdam met de vuurwapen.
En als je het antwoord hebt, dan kom je het antwoord bij me halen. Nou, ik heb nooit gehoord dat de burgemeester van Amsterdam een vuurwapen had. Dat ook, dan moet je hem gaan vragen. Ik weet het geval waar je het over hebt. Het ging om een vuurwapen van haar man. En een kind. Ik was familie in een pistool. Dat is het probleem. Co-orientap, mijn nerveus. I have my prerogative. They have van hun. Oké. We praten al een beetje lang, hè? Ai, maar, Abu. Ik spreek u nooit, toch? Vaak heb ik u gebeld. Ik bel heel Suriname en u was druk die dagen. En ik denk van, als ik u bel, ik wil niet dat er vertraging komt in het proces in de Antoninastiesportaal. Dus ik belde u niet. Ik hoor u met andere collega's praten. En ik vond die informatie genoeg. Wat wil je vragen? Nee, ik wil niks meer. Nee, ik ben helemaal... Het is goed zo. Zullen we afspreken dat ik je vaker belt voor update? Want Juna burgemeester, je takkie toch. En je sportief. Nee. Je takkie plus je sportief. Wie is dat niet, hoor? Dus mijn belly waka binnenkort, ja? Ja, toch? Dankjewel. Dat was de districtscommissaris van Paramaribo, de heer Mike Nerkus. Live hier via Radio Standvast. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.